Jitse Groen krijgt hulp van Amazon. De twee sloten 2 jaar terug al een deal. Amazon en Grubhub are partnering to provide free delivery for Amazon Prime users. Amazon-klanten kregen toen een gratis lidmaatschap bij Grubhub, de Amerikaanse probleemdochter van Just Eat Takeaway. Daardoor betaalden ze onder meer geen bezorgkosten. Die samenwerking moest Grubhub extra inkomsten opleveren. En Amazon kreeg in ruil daarvoor een belang in de maaltijdbezorger. Nou, kennelijk is ze dat zo goed bevallen, want de samenwerking wordt nu uitgebreid. Ja, Amazon gaat Grubhub voortaan actief pushen. Klanten kunnen direct via de app en website van Amazon maaltijden bestellen. En dat belang in Grubhub, dat kan Amazon vergroten tot 18%. Dus dan afhankelijk van hoe succesvol die deal is. Mike, wat vind je van die uitbreiding tussen die twee bedrijven? Ja, het is wel een hele interessante natuurlijk. Aan de ene kant voor Grubhub, die initiële overeenkomst was voor 5 jaar... die dan elk jaar vernieuwd wordt. Maar dit is wel echt een uitbreiding. Je zei het net al dat ze nu ook direct in die app te vinden zijn. Dus ja. Dat is natuurlijk voor Grubhub in één keer een enorme exposure. Het is natuurlijk ook heel mooi dat zeker die Amazon Prime klanten... die krijgen dan lagere kosten. Maar dat zijn nou ook natuurlijk de klanten die meer geld uitgeven. We zagen initieel dat voor Grubhub dat ook betekende dat ze hun marketingkosten wat konden verlagen. En ja, je zou natuurlijk wat makkelijker te vinden moeten zijn. Alleen ze hebben al 2 jaar lang werken ze samen. Ik snap het inderdaad, want er zitten veel potentiële klanten natuurlijk op Amazon, die Amazon Prime leden. Maar na 2 jaar, hoeveel onbenut potentieel zit daar dan nu nog? Ja, dat is lastig om te zeggen, want we hebben daar geen specifieke cijfers over. Ik denk dat ook voor de klanten van Grubhub, of tenminste de restaurant, is het natuurlijk ook mooi dat je direct te vinden bent in die app. Dus ik denk dat het voor de zichtbaarheid heel veel kan betekenen. Laten we eerlijk zijn, dat heeft Grubhub ook wel een beetje nodig. Ja, en kunnen we ook zeggen hoe succesvol die samenwerking tot nu toe is? Want echt gegevens erover zijn er nog niet. Nou, dat is wat lastig om te zeggen. Aan de andere kant, je zei het net al, de manier waarop dit gestructureerd is, is natuurlijk dat Amazon een gedeelte van Grubhub in handen heeft. Nu 4%, kan inderdaad tot 18%. Dus zij proberen op die manier de hogere inkomsten daar ook een graantje van mee te pikken. En dat is het model gezien vanuit Amazon. Dus Amazon heeft er in ieder geval wel vertrouwen in dat dit wat oplevert. Maar je zegt net terecht, Grubhub heeft het nodig, Just Eat Takeaway heeft het nodig, Jitse Groen heeft het nodig, de aandeelhouders hebben het nodig en die willen dat ook graag weten. Maar waarom communiceert hij die gegevens dan niet? Vind je dat hij dat zou moeten doen? Van hoe succesvol die samenwerking is. Ik denk, of niet. Als die het niet deelt, dan is het misschien niet succesvol. Ja, dat vind ik een interessante vraag. Het zou ons natuurlijk wel iets meer inzicht daarin geven. Ik weet niet of misschien Amazon dat verhindert, dat ze daar over mogen uiten. Oh, dat zou ook nog kunnen, ja. Nou is Grubhub natuurlijk altijd nog op zoek naar een koper. Amazon zou dus tot 18% van de aandelen in handen kunnen hebben. Is het dan ook denkbaar dat Amazon uiteindelijk de partij is die Grubhub helemaal gaat overnemen? Ja, die kans is er natuurlijk wel. We hebben in het verleden natuurlijk wel gezien dat Amazon best wel flink aan het uitbreiden is naar een beetje aanringende sectoren. Ik vind dat voor nu nog heel lastig om te zeggen. Vooral omdat ze kunnen nu tot 18% gaan. Nou, dan is er nog wel een stukje over. Ja, en stel dat Amazon Grubhub niet koopt, dat die samenwerking er is. Is dat ook een meerwaarde voor Grubhub? Want je kan zeggen, misschien is het daardoor meer waard en kan je het uiteindelijk makkelijker verkopen of nou een Amazon is of niet. Het lijkt voor mij meer dat Just Eat Takeaway ook echt zelf op die inkomsten van Grubhub aan het inzetten is. Ik weet ook niet of, stel ze zouden het bedrijf willen verkopen, Grubhub, of een ander bedrijf dan ook die deal met Amazon overneemt. Oh ja, of dat die deal blijft, ja. Precies, en wat je nu ziet, Grubhub die heeft ook een soort van premium account, een soort van abonnementsbetaling, dat je lagere kosten betaalt. Dat wordt nu eigenlijk een beetje vervangen doordat dat abonnement op Grubhub Premium, dat zit er nu in bij je Amazon Prime. En jij zegt net, het zou zomaar van meerwaarde kunnen zijn bij dat hele verkooptraject, dat Amazon mede aandeelhouder is. Ik kan me ook voorstellen dat het je juist wel in de weg kan zitten. Want je hebt opeens en je verkoopt een toch al niet zo goed presterend bedrijf. Maar daar zit dus nog een ander bedrijf in die daar ook een beetje aan de knoppen zit. Dat lijkt me helemaal niet zo heel erg prettig om dat over te nemen. Ik ga van positief uit, maar inderdaad. Ja, ik ben nogal zuur. Ik weet niet dat jij daar specifiek naar kijkt. Heel specifiek kijken we daar niet naar. Ik denk dat, wat ik eerder zei, het is voor Just Eat Takeaway waarschijnlijk lastiger om het echt aan een andere concurrent te gaan verkopen nu. En het lijkt toch een inzet op die stroom inkomsten vanuit Grubhub zelf. Ja, maar hoe past dit dan wel in die verkoopstrategie van Just Eat Takeaway? Het intensiveren van die samenwerking met Amazon? Ja, eigenlijk niet dus. Want eigenlijk wordt het, denk ik, lastiger om het te verkopen. Misschien dat ze toch kans zien voor Grubhub om met deze samenwerking te groeien. Met Amazon aan je kant heb je natuurlijk ook wel een beste partner. Als Amazon er zelf in gelooft, misschien dat hij het wel heeft kunnen overtuigen. Ze hebben dus al een belang. Zie je Amazon dat uiteindelijk nog gaan uitbouwen?
Ja, omdat ze trek hebben in meer, om even in de foute woordgrappen te blijven. Mooi gevonden. Nou, dat vind ik een hele lastige om te zeggen of ze ook echt zo ver willen uitbreiden. Ik denk dat de aandeelhouders daar ook nog wel wat over te zeggen hebben. Maar in ieder geval pikken ze wel een graantje mee als het goed gaat. BNR Beurs. We gaan naar Wall Street. Zo optimistisch als ik vandaag ben, zo somber zijn ze daar. De Dow Jones staat 0,8% in de min. De S&P 500 verliest 0,3% en de Nasdaq staat 0,5% in de min. En er waren ook een paar bedrijven die met kwartaalcijfers kwamen. Niet allemaal worden ze lekker ontvangen. Kohl's bijvoorbeeld, een warenhuis. Die cijfers die vielen tegen, is ook te zien aan de beurskoers. Want er gaat 23% vanaf. Best Buy had ook een moeizaam kwartaal achter de rug. Alweer, kan je beter zeggen. En toch was de winst beter dan gedacht, of minder erg. Nou, 12% krijgt dat aandeel erbij, ondanks dat het dus niet allemaal heel erg goed was, maar minder erg dan gevreesd. En iets soortgelijks zie je bij Foot Locker. Want ja, de verkopen dalen, maar er was ook daar met erge rekening gehouden. Beleggers lezen in de cijfers de bevestiging dat het bedrijf de boel weer langzaam op de rit heeft. Het bedrijf vertoont weer tekenen van leven, kopt CNBC, wat trouwens ook de CEO aanschoof. En die CEO die denkt dat je met een goed assortiment, de juiste marketing en een puike klantbeleving mensen best kan verleiden om nieuwe sneakers te kopen. The customer has been under pressure, so there's no question about that. Prolonged inflation, you know, interest rates that affects everything from your house payment to your student loan payment, less savings, right? So that's all true, but people tend to have discretionary categories that they care about. So if you care about sneakers, you know, our job is to offer up the best in the best way. 18,5% erbij, maar dus voor Foot Locker is wel nog een kleine ramp met Salesforce, maar dat zo. Ja, eerst nog even dit. De man die de aanval opende op Disney-baas Bob Iger trekt zich terug. Ik heb het over Nelson Peltz, de man die met veel spektakel probeerde om bij Disney de boel op stelte te zetten. So the gloves are off. I mean, the temperature is turned about as high as you can get when you've got two sides like this. He wants to be on the board. He wants a couple of different directors. Disney's made it very clear. We don't want you on the board. En de directie zat niet op Nelson Peltz te wachten. Disney-beleggers uiteindelijk ook niet. Zijn magie werkte niet bij hen. En nu, een paar weken nadat hij de stemming op de aandeelhoudersvergadering verloor, stapt hij op. Peltz heeft al zijn aandelen Disney verkocht. Activist investor Nelson Peltz has sold his entire stake in Disney. A person familiar with the matter telling CNBC the selling price is roughly $120 per share. Ja, en er wordt de hele tijd een verliezer genoemd, maar zo zou ik het niet willen zeggen, want hij heeft meer dan $1 miljard verdiend aan al die aandelen Disney. BNR Beurs. Het grootste bedrijf dat deze week met cijfers komt maakt ook meteen de grootste uitglijder, Salesforce, want daar heb ik het dan over. Mist voor het eerst sinds 2006 zijn omzetdoelstelling. What the heck just happened to the stock of Salesforce? That's the king of customer relations management software. Several key lines were weaker than expected: revenue, operating margin, current remaining performance obligations. Het aandeel crasht meteen bij opening, staat nu op een verlies van 19,4%. Ja, Salesforce vecht al jaren om de grootste te worden in kantoorsoftware. Zo deden ze flink wat overnames. Denk aan Slack tijdens corona. En de afgelopen tijd investeert de softwarereus, net als anderen overigens, veel in AI. Maar Mike, waar wordt nu vooral het geld verdiend? Ja, dat is die Customer Relationship Management software. Dus heel even kort, dat is zeg maar software die ervoor zorgt dat als een nieuwe klant binnenkomt, dat komt dan allemaal in een systeem en dan komt er een offerte uit. Dan kan je je service inregen. Dus eigenlijk is het een beetje zeg maar de backbone van het bedrijf. En met welke andere grote partijen concurreren zij voornamelijk, Salesforce? Ja, dan moet je denken aan bijvoorbeeld een SAP en een Oracle. Microsoft ook? Microsoft die heeft daar ook vanuit zijn Office Suite een oplossing voor. En die omzetdoelstelling die valt dus lager uit. Voor het eerst sinds 2006, waar zit het hem in? Ja, dat heeft met een aantal dingen te maken. Allereerst zie je dat er wordt best nog wel veel uitgegeven aan IT. Maar dat gaat inderdaad allemaal richting die AI-investeringen. Ja. Voor de rest zie je dat grote bedrijven hun IT-budgetten toch wat meer verlagen. Daarnaast heeft Salesforce ook een soort van abonnementsmodel. En wat je bijvoorbeeld ook ziet is dat bedrijven die zijn toch wat minder aan het uitbreiden. Als jij minder nieuwe mensen aanneemt, als jouw bedrijf minder groeit, dan betekent het ook dat die abonnementsinkomsten van Salesforce minder groeien. Ja, wij slaan er natuurlijk op aan dat ze voor het eerst in bijna 20 jaar tijd hun doelstelling niet halen. Als ze het positief redeneren, dan hebben ze dus al die jaren heel erg goed gedaan. Waarom konden ze het al die jaren dan wel goed doen en nu even niet? Nou, je ziet zeker dat tijdens de coronapandemie, toen zaten ze precies op de juiste plek. Het is cloud-based, dus op het moment dat iedereen thuis moest gaan werken,
hadden zij al de software die dat allemaal aankon. Daarnaast zijn ze er ook slim ingesprongen. Ze hadden met Work.com ook een oplossing die browser-based was. Ja. Dus dat hielp ook weer, zeg maar, die hele beweging van mensen van het kantoor, waar alles ingeregeld was, naar huis, om dat te faciliteren. Als je ook kijkt naar die omzetgroei, we hebben de laatste, wat is het, 10 jaar, 2013 tot en met 2022, elk kwartaal een groei van minimaal 20% jaar op jaar gezien. Zo. Dat is onwijs. Maar ze zijn misschien een beetje in coronatijd dan in slaap gesust, want of ze dachten dat we altijd thuis zouden gaan werken, maar dat je Slack voor zo'n bedrag overneemt, misschien niet de meest handige optie geweest. Nou, ik denk dat het zit echt meer in het feit dat bedrijven gewoon minder in IT aan het investeren zijn nu. Ja, als ze niet aan het investeren zijn, ja, je kan nog proberen om ze over te halen. Maar ja, ze moeten toch een beetje de hand op de knip houden. Hebben ze wel de juiste overnames gedaan de afgelopen jaren om ook echt de concurrentie met al die andere partijen aan te kunnen de komende jaren? Staan ze er goed voor verder? Ik denk dat ze er voor de rest wel goed voor zijn. Wat je zei, ze zijn natuurlijk ook zelf in AI aan het investeren. Als je natuurlijk over dat hele ecosysteem nadenkt wat ze hebben onwijs veel data. Dat is natuurlijk precies de omgeving waar je met AI veel voordelen uit kan halen. Maar goed, dat zien we nog niet terug in de cijfers. Dus dat is nog even wachten. Ja, want is AI voor Salesforce echt een zegen? Je zou het misschien ook als vloek kunnen noemen. Omdat AI misschien ook veel uit de handen neemt wat Salesforce nu biedt aan zijn klanten. En wat dat betreft misschien ook wat verdienmodel van Salesforce in de weg kan zitten? Nou, zo zie ik het zelf niet. Ik denk dat echt AI ervoor kan zorgen dat Salesforce zelf, zeg maar, de betere producten, de betere service kan gaan leveren. Dat je bijvoorbeeld ziet dat AI die gaat jou vertellen van, nou, misschien dat deze klant even opvolging nodig heeft. Mm-hmm. Misschien komt die hier ergens mee. Ik denk dat uiteindelijk dat een voordeel gaat zijn voor Salesforce. Maar goed, nu dat dus de bedrijfsinvesteringen vooral naar hun eigen AI gaan en niet naar andere IT-diensten. Ja, dat is een domper. Ik zat ook even die bedrijven met elkaar te vergelijken. Ik kijk even naar Salesforce en wat andere techbedrijven. Microsoft, Meta, zitten natuurlijk niet helemaal aan dezelfde groep. Zijn wel allemaal techbedrijven. Dit was overigens voor die koersval van bijna 20%. Belangrijk. Maar toen viel mij op dat Salesforce duurder is dan veel andere techbedrijven. Waarom plakken beleggers er zo'n hoge prijs op? Ja, dat is inderdaad snel veranderd. Ik keek voor marktopen nog even naar het cijfers. Toen had je het over een koerswinstverhouding voor de komende 12 maanden van 24,5. Dat zit inderdaad best wel een stukje erboven. Ondertussen zitten ze op 19,5. Dat komt al veel meer in de buurt bij deze andere bedrijven. Ja, de reden is eigenlijk heel simpel. Dat is die 20% omzetgroei die ze echt wel flink wat jaren hebben kunnen laten zien. Ja, maar jij zegt ze staan er wel goed voor. Dus wat vind je dan nu van die reactie op de beurs? Beetje overdreven? Ik vind het een hele, hele sterke reactie. Kijk, wat ik zeg, ik zie zeker ook potentie voor het bedrijf met AI. Dat komt er nu nog niet uit. Dat kan wel weer een groeidriver zijn. Maar ja, voor nu zitten ze gewoon even niet in de hoek die gevraagd is. Wanneer verwacht jij weer dat herstel? Ja, ik denk, en dat is misschien een beetje een flauw antwoord, dat we toch eerst wat meer duidelijkheid over de macro-economie moeten zien. Kijk, op het moment dat het iets duidelijker is hoe die economie in Amerika verder gaat, dat we wel of geen renteverwachting krijgen, dan kunnen bedrijven ook weer wat meer gaan investeren. En dan kunnen ze inderdaad ook weer naar een Salesforce toe. Het deed me een beetje denken aan Meta. En dat was niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor op een gegeven moment. Hè, toen beleggers heel erg streng keken naar de uitgaven van Mark Zuckerberg. Totaal ander verhaal. Maar toen kreeg je op één dag was een gigantische klap naar beneden. En Meta herstelde alsof er niks aan de hand was. Kan dat hier ook gebeuren? Dat kan altijd. Dan vraag je alleen maar dingen voor in de glazen bol, maar toch? Nee, dat kan zeker. Ik denk, hè, we hadden het net over die waardering. Die was eerst echt wel aan de hoge kant. Nou, die is nu wel lager. En uiteindelijk, ja, met een groei onder de 10%, dat is nog steeds niet heel erg slecht. Dus ik denk in die hoek dat er echt wel mogelijkheden zijn. Welke waardering past wel bij Salesforce? Ja, dat is heel erg afhankelijk van die groei. Ik denk, nu zien we dat er een hele sterke reactie is. Nou, dan zie je dat die waardering heel erg daalt op het moment. En dat ligt er ook een beetje aan wat die economie gaat doen. Als de inflatie wat rustig wordt, we zien dat de economie wat terugloopt, dan kunnen de rentes omlaag gaan. En op het moment dat de rentes omlaag gaan, dan gaan bedrijven meer investeren. Dan gaan die budgetten omhoog. Dan gaan die budgetten omhoog en dan kunnen ze meer wat hogere groei presenteren. We gaan er morgen kijken wat er dan op de beursagenda staat. Bijna weekend, maar voordat we naar de vrijdagmiddagborrel hollen, hebben we nog een volle beursdag voor de boeg. Bedrijfscijfers, die hebben we dan weer niet. Nee, de beursagenda die staat propvol met nieuws over, jawel, inflatie. Naast Nederland komen namelijk ook Frankrijk en de eurozone met hun inflatiecijfers. De rekenmeesters van Eurostat die komen met een snelle raming van de maand mei. We hebben het hier dus over voorlopige cijfers. De maand zit er tenslotte net op.
Iedereen is er desondanks benieuwd naar, beleggers voorop. Zij willen weten of die cijfers genoeg ruimte bieden voor renteverlagingen in juni en in de rest van het jaar. Dit was de BNR-beurs van donderdag 30 mei, waarin we het hadden over de reddingsboei van Amazon voor bedrijven Jitse Groen, Just Eat Takeaway. En mooie praatjes vullen geen gaatjes, zo blijkt bij Salesforce, want beleggers zijn het vertrouwen kwijt. Nou, dat alles dat bespraken we samen met Mike Multers van ING Investment Office. Dankjewel dat je er was. En dankjewel dat je er was. En jij ook bedankt, Wes. Want hoeveel uur heb jij erover gedaan om naar de redactie van BNR Nieuwsradio te komen? Nou, volgens mij 4,5 uur. Ja, dus geen dank aan de Nederlandse spoorwegen, waar we elke dag gebruik van maken. Ja, en heel vaak vertragingen hebben. Een verschrikkelijk bedrijf. Tot morgen!